Bint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lease. Komen de Friese voetbalclubs nog uit een negatieve spiraal? Ik praat erdoor met uw eigen Cambuur-watcher Geert van Tuinen en een eigen gezicht aan tafel, de terrier van gistergeer Jan Dijkgraaf. Dit is Bint Sport. Mij als haatgast, de man van de gevoelige oerstap, Heerenveen-verdediger Lucas Bijker. Bijker gooit zich ervoor. Penalty. Wat is dat nou voor rare actie van Bijker? Bijker, let er goed op. Sint Just en Bijker in geen veld of wegen te bekennen. Was het een mooie bal? Is het hens of niet? Nee. Ja, is het even wennen, Lucas, in het pompenblijde shirt? Nou, valt mee. Het zit me als een groot, dacht ik zo. Hè? Ja, hey, maar vertel eventjes, wat is er aan de hoorn op het stuit met Heerenveen? Want je hebt hier een prima start. En nou, wat is er aan de hoorn de laatste weekend? Ja, de resultaten zijn iets minder. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Maar dat voetbal toch gek? Ja, dat wel. Maar ik denk als we bij wijze van spreken van Groningen winnen, maakt niet uit hoe goed of hoe slecht je voetbalt. Ja, dan is het voor de beeldvorming gewoon ook weer heel anders. Weet je, dan heb je in plaats van Serbië dan bij wijze van spreken 9 punten. Ja, dan hoor je niemand. Kijk, ja, maar dat wint ook echt een probleem, hè? En nu is het net, Lucas. Nee, maar nu zijn en de resultaten minder. En het voetbal. En dan is het eigenlijk een opdelsom. Ja, dan kom je misschien, zoals het gezegd wordt, in een negatieve spiraal. Maar ja, als je dan één keer weer wint, dan kan dat ook alles weer doen veranderen. Ja. Weet je, dus zo simpel is het ook weer. Jan, daar is te werken bij HP De Tijd, onder oren, Panorama, Metro, tocht ik. Er zit ik vaker oorskomen hier om tafel bij Bint Sport, dus van harte welkom. Dankjewel. Nogmaals. Maar even die visie, Oere Heerenveen, want het dikke het ben wel goede voetballers, maar is het een team? Nou, het is wel slechter begonnen bij Heerenveen. Dus ja, wat kan je na 6 wedstrijden zeggen? Ik vind Cambuur zorgelijker eigenlijk, als ik eerlijk ben. Cambuur is zorgelijker? Ja, wat mij betreft wel. Ja, stin ik leger op ranglijst. Deelst die mening ook, Geert? Ja, wel een beetje. Cambuur, ik eventjes net naar nou, size 16 al beoordeeld worden, maar op een totaal seizoen. Een ongelooflijke waardeloze start met Reinen die het nog voortgeeft. En daarmee wint verliest Cambuur de veldkapitein. Dat is van grote impact. En dan moet je eigenlijk zodat ze zelf ook weer opnieuw beginnen. Nou, dat is ik wat zo. Dat kist wel zien. Automatisme binnen Ruud, het roen het lekker. Nou. En ik deel de mening van Jan in die zin dat het zorg wordt om het wordt maar jonger en jonger en jonger en onervarener. Heel ingewikkeld om op dit niveau bij te blijven. En de grote mannen, Jack Bourne, is man ziet mijn jongetje hier, een fantastische voetballer. Ja, verwacht het er nog niet van. Berisha is nog maar jongetje hier, of wie, wat is hij? Hartstikke jong. Die 6e direct in de spitsdel. Dus Cambuur heeft daar wel een probleem aan, ja, dat denk ik wel. Nou, Aston hebben we toch even naar Oer. Cambuur is nog eventjes naar Heerenveen, want Lodewegen zei, Joert, bij de persconferentie van Tim Vitesse, we zijn niet kansloos. Ja, ik zou zeggen, we banen erop, Vitesse, toch? Ja, nou, weet je... Het is wel heel erg nederig. Ja, ik ben Feyenoord supporter van oorsprong, omdat ik in die stad geboren ben. En Van Bronckhorst zou dat ook kunnen zeggen. Dan moet hij tegen Excelsior en dan zou hij ook zeggen, we zijn niet kansloos. Er is een beetje lafheid in het trainerschilde losgekomen. En je hoort weinig trainers meer zeggen, we gaan gewoon met 3-0 een potje winnen. En we moeten dat ook doen. Dus ja, als je Feyenoord-fan bent, dan ben je niet anders gewend dan dit soort labbekakkerige uitspraken, eerlijk gezegd. Dus. Ja, want je moet er gewoon erop, broers Lucas. Eventjes over die eigen positie, want dus is nou eigenlijk hield hij het in het centrum. Hè, de eerste wedstrijd, dus hield hij het centraal. Wie is toch eigenlijk volle meer een linkervleugelverdediger geweest? Voor mijn gevoel wel. Ik denk dat ik daar het beste op mijn recht kom. Het meest uit mijn carrière kan halen en mijn beste wedstrijd heb gespeeld. Maar vind je het dan vervelend? Voor Cambuur dan. Nou kijk, weet je, het is een samenloop van omstandigheden geweest dat ik weer centraal ben gekomen. Kijk, de bedoeling was om gewoon bij Heerenveen linksback te gaan spelen. Met dat gevoel en met dat in mijn achterhoofd ben ik eigenlijk naar Heerenveen gekomen. Om me daar verder te ontwikkelen, om uiteindelijk weer een stap te maken. Ja, dan kom je weer centraal achterin terecht. Geen probleem, maar je merkt wel dat je daar dan tekort komt. Ja. Letterlijk dan 10 centimeter eigenlijk. Nee, de mislengte. Ja, nee, maar dat merk je wel en dat is... Ja, hoe jammer het ook is, dat is dan vervelend. En dat,
ja, dat kan wel eens, ja, je wil eens partner spelen. Ja, en komt er zelfs ook toch blessures van Joost van Aken, Jordi Buijs die er net bij is. Dus het is een beetje neetgedwongen. Zullen we even jaren wat Lodewijk is daarvan zei? Ik ben benieuwd. Ik vond dat hij in de voorbereiding prima speelde. Hij heeft bijna alleen maar in het centrum ook gespeeld. Ook door de blessures van Joost van Aken en Jordi Buijs. Heeft hij bijna alleen maar centraal. En dat heeft hij keurig gedaan. En in het seizoen, daar is hij ook goed in begonnen. Maar voor hem was het wel hoog tijd, ook voor zijn gevoel van ik wil graag linksback spelen. Niet dat hij dat nou zei, maar dat gedrag, dat vertoonde hij. En nu hij daar ook speelt, dan kun je ook zien, daar is hij tevreden mee. En zoiets van, en dat is ook mijn plekje. Ja, hij zei het van, de toon is het gedrag van ik wil eigenlijk linksback spelen. Hoe was dat dan? Ja, nee, dat is denk ik zijn interpretatie. Ja, dat is dan misschien onbewust geweest. Maar ik heb wel laten weten, dat wat ik zeg, ik ben naar Heerenveen gekomen om linksback te spelen, om me daar te ontwikkelen. En de trainer deelde die mening ook. Die heeft mij gehaald als linksback. En dan speel je centraal, wat ik zeg. Ja, dat was dan noodgedwongen en ook geen probleem. Maar ik heb wel altijd laten weten van ik speel het liefst linksback, want daar kom ik het best op mijn recht. Ja, maar dat deal stemt mij Henk de Jong. Ik helemaal niet centraal stellen. Het verbaast mij iets dit antwoord van Lucas, omdat bij Cambuur best ik op een bepaald moment in het centrum van de verdediging in Tlanekaam. Ja. En toen hebben we trek wel eens over Hoorn en dan snap ik best wel dat al van de club dingen Sezemast en die staan excise, dat begreep ik wel, maar er heeft bij mij altijd wel de indruk weg van verrek, dit is wel een kans dat ik nou in het centrum sta. Kijk, ontwikkel je. De wie is toch heel gelukkig mooi bij Cambuur? Nee, dat ben ik het ook mee eens. Nou, ik heb me ook prima kunnen ontwikkelen op die positie. En ik denk dat het ook goed is geweest voor mezelf. Maar ik denk, als ik echt nog stappen wil maken, ja, als centrale verdediger ga ik niet alles uit mijn carrière halen wat ik kan. Voor mijn gevoel. Nou, dat is een bewonderswaardige vorm van zelfkennis. Ja, nee, ik waardeer dat. Dat is het gevoel wat ik erbij heb. Kijk, inderdaad, wat je zegt. Ik heb, maar dat viel toen net. Toen zei ik van, dit is een kans. Toen was het een kans inderdaad. En toen had ik het gevoel van, ja, dit kan ik ook. En dat gevoel heb ik nog steeds. Ik heb nog steeds het gevoel, ik kan centraal spelen. Ik kan linksback spelen. Maar ja, als ik reëel naar mijn carrière kijk, naar wat ik voor ogen heb. Ik wil nog stappen maken. En van Heerenveen, is dan misschien de Nederlandse top. Ik wil uiteindelijk in het buitenland gaan spelen in de topcompetitie. Ja. Nou ja, vooral een rookie, er is niks mis, maar een goede linksback. Ja, zeker niet. Maar als je kijkt naar, wat ik zei, 10 centimeter kort. Ja. Ja, in Engeland, in Spanje zie ik geen verdediger of centrale verdediger van 1,74 meter. Nee. Die zijn niet te vinden. En linksbacks wel. En jij wordt ook niet de eerste waarschijnlijk. Nee, ik denk niet dat dat ik vind het echt bewonderenswaardig. Ja, ik vind het mooi. Ja, dus gewoon als je je eigen kwaliteit kent. En het is natuurlijk ook een sport van ervaring. Dus elke minuut als linksback draagt bij aan een carrière om ooit bij AC Milan te komen of in Engeland te gaan spelen. En als laatste man kan het gewoon schudden. Ja. En je geeft je hoe die gevoelige oerstap, Lucas? Want is daar een soort op oorsprutsen van die gevoelige oerstap van deze Simmer van Cambuur naar Heerenveen? Ja, kijk, het is heel gevoelig inderdaad. En eigenlijk de laatste weken van de competitie was het steeds meer, kwam het naar buiten, lekte het nieuws uit en dan waren er weer geruchten. Ja, dan moet je het ontkennen of er helemaal niet op reageren. En dat heb ik gedaan. Geprobeerd er helemaal niet op te reageren. Maar je krijgt zoveel vragen. Er zijn zoveel mensen die een berichtje sturen, bellen. Ja, ik heb mezelf schuldig om maken. Nee, maar dan is het heel moeilijk om je er niet mee bezig te houden. En, maar heeft hij net populair maken in Leeuwarden? Dat zeker niet. En dat weet ik ook wel. En hoe lang heb je moeten liegen? Wat zegt? Hoe lang heb je moeten liegen? Nou, eigenlijk echt, liegen. Zwijgen. Het was een klein maandje was het echt rond, zeg maar, voor het einde van de competitie. Ja. Zeg maar, eind april, begin mei. Ja. Toen was het echt rond. Dus ja, vanaf dat moment heb ik gedacht, geen interviews meer. Heb ik ook bij de club, bij Cambuur toen aangegeven van, ik wil het even gewoon niet, want het gaat maar om één ding. Ja, dan een wedstrijd gespeeld en dan de eerste vraag was... Ga je weg naar Heerenveen? Je gaat naar Heerenveen, hè? Of niet? Ja, dan moet je naar het liegen. En dat wou ik het liefst niet. Maar je ontkomt er uiteindelijk toch niet aan. En dat moet de trainer, hè, net. Die wil ik net liegen. En die keert ervoor om te zeggen, oké, dan vertel ik het maar. Dwight Lodewijk. Het is een ongelukkig moment. Maar hoe ben je er in begeleid door de club bij? Het kan misschien zijn, oké, we houden die zieken uit de winter houden. Maar ja, spelen ze echt niet in wedstrijden. Na een wedstrijd, we willen even met Lucas praten. Dan moest ze wel opdraven. Dat is wat ik zeg. Kijk, ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk niet erover te praten. Dus inderdaad, na een wedstrijd, hebben het over de wedstrijd en niet van wat ga je volgend jaar doen. Maar ja, wat ik zeg, dat is wel moeilijk. En uiteindelijk krijg je toch weer een keer die vraag. Ja, en dan heb ik wel eens moeten liegen. Omdat je weet van,
Ja, als je nu zegt van ja, ik heb contact met Heerenveen en de kans is groot dat ik daar speel volgend jaar. Ja, dan breek je pleuris los. Dan had ik helemaal geen minuut meer bij Cambuur hoeven spelen. Hij zit vaak uitlezen, Matten, om meesken die de vraag stellen van Lucas, waarom? Hij zit vaak uitlezen, Matten, en begrijpen de meesken het dan? Nou, de meeste mensen die vullen dat zelf wel in. Heel veel mensen, nu het wat bekoeld is, zeggen mensen, ja, ik snap het wel. Ja, geld is het belangrijkste. Ja, dat hoor ik nu heel vaak, ja. Het is ook wel heel leuk om dan zo te horen. Het liever dat ze zeggen, ja, ik snap het wel. Dan dat ze zeggen, hey, wat doe je hier? En snap je? Ja. Maar voor mijn gevoel was het niet het geld het belangrijkste. Het wie gewoon de maar sportieve ambities. Ja, weet je, het is gewoon een stap voor mij. Sportief, nou, financieel dan ook. Maar goed, grotendeels sportief. Omdat wat ik zeg, ik ben er gekomen om linksback te spelen. Om de volgende stap in mijn carrière te kunnen maken. En dat kan bij Heerenveen beter dan bij Cambuur voor mij. Ja, ik ben 4 punten los. Ik wou net zeggen. 4 punten los. Ja. Hey jongens, 2 jongens die verleden week hun basisdebuut maken bij Cambuur. Waar we ze even neemt, Algeert. Ja. Jack Byrne en Born, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en Berisha. Even waarbij ze West eventjes een soort van kennismakers. Ik ben vreunen van mijn koor. Let even zien. Hey, sure you can fit everything in with Valley's big fat head. Probably can't see past his head. So big. It's ridiculous. Berisha met Van Polen. Berisha, zijn het. Ja, die laat daar toch even zien hoe gevaarlijk die kan zijn. Born en Berisha voetballen together bij Cambuur. Een club dat ze in Jelly Verlien nog niet van jet hien. Maar doet ze haar informeren lieten, wien de verhaal louter positief. Ja, yeah, they said it was a small team, but that is playing very well football. That is good for talents like me and Jack. It's a great chance for me. To gain some experience out here and go back to Manchester and hopefully a better player, like, you know, and closer to the first team again. And if not at Man City, maybe somewhere else, but who knows, you know, that's football, you don't know where you can end up. Where's the noise coming from? From the gym. Thinks he's a good dancer, but I don't think he is. Yeah, I think he is. He's doing salsa lessons and everything. It's not so good. To be honest, I didn't know a lot about the club until I came, but when I came, obviously we fell in love with the club straight away, you know? Yeah. It was great. Why? Because even stuff like the fans come and watching training and, you know, how good the manager was with us, he was very welcoming. And, yeah, I think was everybody great, was, you know? Like that, like, yeah. Welcomed, you know? Yeah. Show good respect. Hey, why are you so busy, bro? I don't understand why you're so busy, bro. I don't understand it. Thinks he's got good banter, you know. He's got the worst jokes on the team, this kid. I swear. The worst haircut and the worst jokes. Narsing. Je weet het maar nooit. Oh! Berisha in de redding van Bezwa. But do you know what kind of music they will play here in the stadium when you score a goal? No, they do. They play music when we score goals. Hopefully always they put some. Always the same. Oh, always the same. I'm not sure. It's good. You want to hear it? Yeah, play it. Put it on. I'll get used to it for when we start scoring. I know this song. Yeah, I've heard this song before. It's great, eh? My goal right now is to become a star player, so the goals will come after that, I think. You won't say a number? Not yet. Maybe next week? Yeah, after the first one. Yeah, this one, yeah. Yeah, I know, yeah. Yeah, it's great. Oh. See you, boys. Pass my ass. Ja, Born en Berisha. Het wordt een heel soort van Born, ik verwacht ja, eigenlijk, hè? Ik vind hem ook goed. Hij is ook goed, maar ik zei het al, het is hartstikke jong. Hij is erop roepen trouwens voor Jong Ierland, voor West-Lettland en Litouwen. Nou, dat is ook even. Maar het is, ik vind het echt een goede speler. Alleen hij mat wel, het mat wel even indraaien. Maar goed, hij erin zit, goed hij, dat is oké. Okay. We zien vrienden Wieken maar om te praten. Hij zei, kom je vanzelf net om de koffie drinken. Dus hij had ik wel de drive, die lid in het field exchange. Hij had lang blessure West. Het jouwt ook wel wat om dat Manchester City, ouder een weekendje in FC Twente, ook op de tribune ziet om te volgen. Ja. Ze hebben hem nog net vergeten. Nee, dat denk ik ook. Dat zoek ik me net aan. Ja, je bent er bij City direct net in, dat weet ik wel. Maar ik vind dat Cambuur een plotte willen onbeleven. Ik vind echt een mooie dynamische middenvelder die in zijn ritme komen mat en dan komt dat goed. Komt leer. Oké, jongens, ik wil het haar over de skiersdochters. Ah. Thank you.
Ja, Jan, door zelf excuses zocht. Toen had ik nog haar, zag precies, je. Precies, de laatste bewegende beeld. Dit is de bewijs van. Maar ja, dit wie natuurlijk om te lightje. Maar skizochters binnen de laatste weken behoorlijk in opspraak. Ja. Wat vies toch van het niveau van de skizochters in Nederland? Ik vind het met het jaar slechter worden, eerlijk gezegd. En dat komt omdat er geen persoonlijkheden meer zijn. Of althans steeds minder. Dus ze hebben zomerstop, of in de zomerstop worden ze in Zeiss helemaal volgestopt met instructies om het allemaal nog net even anders en strenger te doen. En dat doen ze in het begin van het seizoen, want anders moeten ze 2 weken in de Jupiler League fluiten. En ja, ik vind het gênant. Dus ik ben, het is te veel beïnvloeding van uitslagen op dit moment. Maar bijvoorbeeld geen personalities meer. We zorgen Jutendal, Jim Mario van der Ende meer. Geen Dick Jol, geen Roelof Luinge. Gewoon mannen die het met hun uitstraling konden oplossen in plaats van regel 18 van artikel 2. Gewoon mannen die een wedstrijd op een leuke manier wilden leiden. En dat inderdaad niet altijd volgens het boekje deden. Nou, dat lijkt mij een hele goede manier om het niet altijd volgens het boekje te doen. Ja, wat vies toch, Lucas? Want heb je ook het idee van dat er aan het begin van het seizoen strenger fluiten wordt als bij Griekenland aan het eind van het seizoen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, wij krijgen in de voorbereiding, krijgt elke club krijgt de scheidsrechter op visite. Die komt met een hele mooie PowerPoint-presentatie. En dit, hier gaan we op letten. En hier worden we streng op. En dit is nieuw. Ja, en dan is de eerste 6-7 wedstrijden zijn ze zo streng. En dan is alles inderdaad wat ze zeggen. Dan krijg je een kaart voor of een penalty of wat dan ook. Dan wordt het allemaal veel strenger beoordeeld dan in maart, april. Weet je, dan zijn ze het allemaal weer wat vergeten. Dan hebben we heel veel discussie gehad over van alles en nog wat. Ja, dan wordt iedereen op een gegeven moment ook bang van. Ja, dan ben ik weer het middelpunt van die discussie. Laat het nu maar even gaan. Ja, dat zijn juist de manieren waarop je een wedstrijd moet fluiten. Om af en toe gewoon te denken van ja. We maken het druk om, laat het lekker gaan. Ja. Maar dan weer in het begin van de competitie al een paar situaties bij zowel Heerenveen als ik bij Cambuur. Waar we even een paar situaties op een rietje zetten. En onderin in beeld zit dan wat de skierzochter die in het. Wol of geen penalty? Let even Shen. Lijfpartij 18, mogelijkheid voor Twente. Strafschop. Geen strafschop. Ja, ik ben toch van mening dat dit een strafschop is. Drama wijst naar de stip, als ik me niet vergis. Gele kaart voor Prupper. Daar ligt ook de jongen ineens in het doelgebied. Verontwaardigd te kijken naar Bramaar, die vindt dat er niks aan de hand is. Nee, Guardado, penalty, Hens. Hij geeft rood. Oh. Hij geeft rood aan Van der Streek. Ja, benamen die laatste van Sander van der Streek. Dat zie je natuurlijk ook mooi in dit filmpje. Dat wie eigenlijk ik een strafskop, het verste hoorn van Luc de Jong, toch? Ja, had gekund. Had gekund. Want eind van het seizoen biedt zeker geen penalty. Nee. In maart was het niks geweest. Dat was maar, er eerder een dan de tweede. Ja, toch? Ja, ja nee, zeker. Ja, vond ik ja. Ook. Ja. Nee, dat is ook zo. Die wij kregen, ja, een cadeautje eigenlijk. Ja. Ja. Maar nog eventjes die les van Sander van der Streek. Want dat, ja, de triple punishment heeft de KNVB aan oer. Ja. En hij 8 minuten een rode kaart. En een strafskop. En een wedstrijdschorsing. Maar meer nog is de ergernis van hoe het achternooi dan ook nog weer behandelen wordt. Hè? Dus ik bedoel, nou, hij schijnt volgens de regels aan te handelen te houden. Maar dan zwarte de KNVB, ja, dat is eigenlijk wel een ongelukkige regel. Dat maakt eigenlijk wat oors. Nou, straf hem dan net. Zeg dan kleven, seponeren die rode kaart, dat is straf genoeg geweest. En door het dan, had je dat dan weer net, door ook nog eens een keer consequent, want wat deed Stijn Schaars, Arun Ortiz, die in de bekerwedstrijd, kreeg hij net een bal ergens op een hand, kreeg PSV net een penalty. Geen enkele kaart. Ik wil wel, hè. Ja, en geen kaart. Zelfs geen kaart. Schaars van mij geen kaart, is gek. Ik vond het prima zo. Maar die inconsequentie, en dat is natuurlijk een ergernis. In een sport is inconsequentie. Ja, ik zou vooral terug willen naar de ouderwetse regel zoals ik hem heb geleerd. En dat is hand naar de bal is een strafschop. Ja. En bal naar de hand is geen strafschop. En dan was die van Cambuur dus geen strafschop. Want ja, je moet echt polio gehad hebben om die bal niet met je arm te raken. Ik bedoel, hij kon er echt niks aan doen. Nee. Je kan dus eigenlijk nu doelbewust op armen gaan schieten in het strafschopgebied. En als je een beetje handig bent, versie je op die manier strafschoppen. Ja. Ja. Maar dat is inderdaad nu. En in maart zeggen ze, doen ze dit. Geen strafschop. Ja. Kan je hem instructies, Lucas, van om de hond zo dicht mogelijk bij het lichaam te horen? Wat zei van die scheidsrechter trouwens, had er een vrije trap is op een punt van een 16 meter ongeveer. Dan doet hij iets met de jerms. Hij zei er wel iets aan, van, maar nou, er komen instructies dan. Tegen NAC afgelopen week, beker, stond in de muur. En dan gaf de scheids aan, nee, handen gewoon hier. Ja. En niet hoger. Ja. Voor je gezicht, mag niet. Daarop is gewoon hands. Nee. Ja, dan heb ik ook zoiets van, ja. Weet je, als je gezicht wil beschermen. Gewoon gevaarlijk. Ja, of je kopt hem, ja. Je krijgt hem op je neus. Of je krijgt hem op je hand. Ja, dat is hetzelfde, toch? Ja. Het is niet dat als je hem op je hand krijgt, dat je ineens iemand vrij voor de keeper zet, denk ik. Ja.
Het is een bizarre regel. Het is lastig hoor. Ja. Het is lastig. En er is dan toch weer een nieuwe regel. Want vroeger mocht je gewoon tot voor kort mocht je gewoon je gezicht beschermen. Ja. Ja. Dus en dat lijkt me ook volkomen terecht. Want als je een laten we even Ronald Koeman achter een vrije trap zetten. Die schiet 106 km per uur. Als die echt een beetje op je kin raakt, dan lig je gewoon in het ziekenhuis hoor. Dan ga je in zo'n box weg. Ja. Nou, dat is inderdaad. Ja, dat... En dat is ook een logische reflex. Ja, dat je in zo'n situatie je gezicht beschermen. Dat je dit toch, hè? Ja. Maar ik denk in het eind van het seizoen. Stel, er komt een bal, al is het in de 16. En hij komt voor je gezicht en je doet dit. Toevallig, ja. Dan denken ze van, ja, ik doe het voor zichzelf. Ik fluit niet. Ja. En nu geven ze gewoon nog een raad voor. Mij ergert, ik vind het inderdaad een rare regel. Ik ben het wel met Jan eens. Bal naar hand, dan zeg dan is dat zo. Maar de inconsequentie. Dat vind ik een ergernis, hoor. Gewoon weer waarom naar die orde regel. Hand naar de bal, bal naar de hand. Juist. Dat is dan leidend. Ja, jongens, het is weer tijd voor. Het is tijd voor de quiz. De vraag van deze week in Henk en Henk Sportquiz gaat door Henk de Jong. Want Henk wie assistent trainer bij Heerenveen, bij Grains en bij Cambuur. Maar bij Hokkerclub vervulde hij nog meer die functie. Is het A, PEC Zwolle? Is het B, bij Emmen? Of is het C, bij Heracles Almelo? Mail je antwoord van waardje naar pint@omroepfriesland.nl en win deze originele Cambuur retrobal. En waar wil die nou net? Ja, en de winnaar van Vlindwieke, twee kaartjes van de wedstrijd Heerenveen Vitesse is Paulusma. Geen familie, denk ik, van Halm. Zijn naam zit nou echt onder in beeld. Lucas, nou heeft zelfs beide trainers hoorn. Savol Henk de Jong, als het bij het Lodewegers. Wat is het grootste verschil eigenlijk tussen beiden? Het grootste verschil is de ervaring, denk ik. Henk begint net als hoofdtrainer betaald voetbal. En Dwight heeft al meerdere clubs gehad. Die heeft een aardige staat van dienst, denk ik. Maar spelopvatting is hetzelfde? Dat denk ik wel. Ik denk dat ook wel duidelijk merkbaar is bij Cambuur nu en bij Heerenveen. Kijk, bij Cambuur is het onder Dwight toen ingezet in de Eredivisie met de spelopvatting. Maar goed, ja, Henk heeft daar natuurlijk ook wel een rol in gespeeld. En die doet nog steeds hetzelfde. Voetballen van achteruit en uitgaan van balbezit. Ja, morgen dan spelen Jimtje in Vitesse thuis. Wat wordt de opstelling? Want ja, Lodewegers woont net steeds, dus dan vreeg ik het aan hij. Als hij het niet zegt, dan zeg ik het ook maar niet. Nee. Dan ben ik bang voor mijn eigen plek. Ja, precies. Maar dan zit op een bek, hè? Op een seatkant. Ik zou het niet weten. Jawel, nu ga je jokken. Nu niet jokken, hè? Niet jokken. Niet jokken. Wil je nog opmerkingen zaken bij Cambuur nog even kwad? Nou, we krijgen weer eens een oorcentrum, hè? Want McIntosh is net blesseerd. Herings is net helemaal fit. Dus Rosheuvel? Rosheuvel is net fit. Die zal net spelen. Die hebben we ook geen opstelling aan. Ingewikkeld systeem wat Utrecht speelt. Zit ze toch wat in oor te hikken. Druk zetten of geen druk zetten. Dat is een beetje de keuze die te maken wordt. En dan, hij wil geen opstelling aan. Maar goed, maar die namen hebben we wel zo'n beetje gewoon. Peersman in het centrum. Help me even. Peersman. Dammers. En Dammers. Ja, natuurlijk. Ja, dat wordt het centrum. Nou, met het oorwachtje, jongens. Op de radio doggen wij zelfs ook weer live verslag van beide wedstrijden. Dus Sjoeren die zetten dan Montejoen om Jelve Zoon al uiteen. Antwoord Faber hoort je op de hichte van de wedstrijd die Heerenveen Vitesse. En Geert, hij zit dan op dezelfde tijd in de Galgenwaard om je alles te vertellen over Utrecht, Chin, Cambuur. Nijs over het Cambuurstadion. Nou ja. De directie zou eigenlijk komen bij Nijs pas in december. Ja, nou, er is ook eigenlijk nog geen Nijs over. En het Nijs is dat het geen Nijs is, namelijk dat er in december Nijs komt. Oh, dat valt alweer op. Ja, dat is wel een leuke cliffhanger die we erin gooien. Ja, het is net oors. Het is, ze lezen Cambuur Light op schema, maar de invulling van die commerciële, de business case, die moet invuld worden. Nou, er zijn commerciële partijen voor de Cambuur doet er in rechtstreeks zin zelf niks aan. En die partijen, dat is dat bureau. In Kerkrade. Ja, die ben druk bezig met het invullen van die rondes. Dat doen ze aan de hand van een list die opgesteld is door de gemeente Ljouwt, want daar moet je net alles in. En aan de hand van die list worden commerciële partijen geïnteresseerd voor dat stadion. Maar ze zijn dwalende met een supermerk. Ze zijn dwalende met een supermerk. Daar zit ik weer wat bij. Er moet eerst wat opgehouden, zeg maar, in Ljouwt, voordat daar wat in kan. Ja, want Ljouwt is vol qua supermerken. Ja. En dan moet ze dus of ze moeten verhuizen. Ja, en toen hebben wij. Heb ik
toch maar eens direct vragen, nou, is dat dan de Lidl? Want dan binnen de verhalen die dan gaan, die Lidl die ergens oors in Ljouwert net heel lekker draait. Zeg maar, nou, die twee winkels eruit. Moet worden in Westeinde? Westeinde bijvoorbeeld is in zo'n winkel. Nou, dan zei je, dat zou een hele mooie kandidaat zijn. Ja, dat doen ze wat vager hoor. Ja, nou ja, dat in terecht, want ja, het mag alleen wel invuld worden. Maar dan kunt de bioscoop mag naartoe, hè? Ja, ja, de bioscoop, ja, maar ja, nou is Pathé weer bezig, maar een grote bioscoop ergens in de binnenstad. En dan is het maar de vraag, is er nog rond voor nog een bioscoop daar onder andere van de stad? Nou, mag ik eerlijk zeggen, dat is ik wat Cambuur zei. Ja, wij weten het. Want wij vregen het. Die litten dat oer om die commerciële partij. Ja, net pak je Jan Cambuur. Cambuur betelt als ik gewoon een hiersom. Ja, Cambuur betelt hiersom. Ja. En dat is het. Ja. Maar ze zijn dat heb ik wel aan vregen van, lees je dan op koers? Ja, dat is mij verzekerd. We lezen op koers. En ze verwachten dat nou ja, gewoon het satrogeert in dat nieuwe stadion er in 2018 dus is. Ja, want ze willen heel graag een nieuw stadion. Jan, snapst u dat? Het kan krijgen een nieuw stadion. Ja, weet je wat ik altijd mooi vind met nieuwe stadions? 2018 willen ze een nieuw stadion. Maar, en dat snap ik hoor. En dat je dan, het argument is altijd, dan krijgen we meer geld. Hè, dan kunnen we groeien. Maar ze houden allemaal, alle 18 in de Eredivisie, geen rekening mee dat er elk jaar ook gewoon een paar uit kunnen. Namelijk maximaal 3. Dus stel nou dat je in 2017 er eens uitvliegt. Als je, en je ja, dat is, dat is mee, dat scenario is overigens rekening gehouden bij Cambuur. Die dan stoppen hebben, ze met de bouw. De missen, nee dan is ik gewoon terug. Want hoe dan ook, in dit stadion is ik eerste divisie onwaardig. Wat wier is, ja. Ja. Want als je ergens in de hoek van dat stadion een beetje hutter in de tribune ja. Koppen, dan stond er niet het innerkoor. Dus er moet sowieso wat gebeuren. Dus er zijn twee scenario's. Groot en Cambuur naar de eerste divisie gaat. Ja. Dus dat stadion is echt van gewoon groot belang. Ja. Ik ben het maar niet eens. Het is wat raar dat je in de biercompetitie in de bal in Tsjerna Gilles 29 ja. In een prachtig stadion van 50.000 mensen. Maar het zou gebeuren, ja. En ze houden er rekening mee. Maar Doop is een echte Ljouweter, toch? Ja, wel Ben in Sao Paulo, maar wel een echte Ljouweter. logisch dat het ik naar het WTC tagiert eigenlijk? Ik denk dat dat wel de meest logische optie is, uiteindelijk. Kijk, tuurlijk is het fantastisch en dat heel veel mensen zullen dat beamen. Dat dit een hartstikke mooie locatie is en de hele sfeer is gewoon fantastisch bij Cambuur. Maar ja, inderdaad, er moet meer geld komen. Ja, en dat kan daar niet. Ja, dan is een WTC de beste optie, denk ik. Ja. Bereikbaarheid en de ruimte. En waar wil Sluis zijn carrière ooit nog eens een keer op bij Cambuur, toch? Wie weet of ik nog wel op ben. Wie weet dat je nog wel op bent. Hey jongens, ik wil een orenman. Gert-Jan Verbeek, dit weet ik Jen. Also, was wollt ihr? Bild. Nee. Warum schreibt ihr dann immer solche Scheiße? Hey, warum spielt ihr immer zwei Parteien gegeneinander raus? Ihr seid ja Arschlocher. Das seid ihr. Ja, ey, du arbeitest für Bild oder nicht? Du bist auch, ja, oder sitzt hier vor Bild. Ja, und du schreibst immer falsch. Ja. Ja, und ihr lügt auch noch. Das ist der Bild. Nou, zit je wutspaas bij, het is Duits. En keurig Duits trouwens, hè? In vergelijking met Louis van Gaal in het Engels, dan is dit prima. Een man naar die hart eigenlijk, het hert op het tong. Ja, hadden we er maar meer zo, denk ik dan. Kijk, dit is natuurlijk hartstikke dom. Ja. Daar kan je niet onderuit. Ja, dus dit, want Bild is gewoon, dit is een oorlogsverklaring aan Bild. En nu heeft hij gedwongen excuses aangeboden. Ja. Maar dat maakt ze echt geen zak uit. Dus als hij even 3 keer op rij verliest, dan kopen ze even een reservespeler die ontevreden is. Die geven ze wat geld en dan gaat Verbeek eraan. Maar aan de andere kant, ja, dit is Gert-Jan Verbeek. En dit is waarom het zo'n leuke vent is. Dus hij moet vooral zo blijven. En dan gaat hij gewoon naar zijn volgende Duitse club. Dus ik vind dit geweldig, maar het is wel dom. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Ja. Maar van nu vind ik dat hij het zo goed doet eigenlijk in Duitsland. Want hij zei zelf echt altijd, ik wil graag, ik kom misschien wel het beste aan mijn jocht in Duitsland. Ja. Nou, hij liet het nou zien. Met Nürnberg gaat het eigenlijk mis, maar bij Bochum zit hij bovenom. Ja, en het leuke ervan is dat hij... Dat ik nou weer door op zijn volstrekt eigen wijze, zijn volstrekt eigen denkbeelden over voetballen, zijn volstrekt eigen denkbeelden over training en trainingsopbouw, et cetera. Hij krijgt dus die club mooi. En dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik echt geweldig. Want ze steen mooi bovenaan. Dus dat is echt super. Ik vind het geweldig. Ja, want Lucas, ja. Hier krijgt hij statuur. Nou ja, ik wil misschien wel het alles in mijn carrière hellen. Dat is logisch. Topclub, misschien wel uit Boetloon. Duitsland, is dat een competitie eigenlijk? Wat voor jou? Ja, Duitsland is wel heel mooi. Ik denk als je kijkt hoe het daar leeft en hoe het voetbal daar wel beleeft. Ja, het is gewoon hartstikke mooi. Fantastische competitie. Ja.
En het is niet heel ver hier vandaan. Nee. Een paar uurtjes in de auto. Krijg je geen heimwee? Krijg je geen heimwee? Nee. Vliegangst ook is helemaal niks. Ik kan overal in. Ja, okay. Ik ben heel flexibel. Ja. Maar, nee, maar dat is hartstikke mooi als je daar naartoe kan. Als je in de Bundesliga kunt spelen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als je kijkt wat voor clubs er zijn. Er zijn weinig kleine clubs. In ieder geval, als je de stadions kijkt. Ja, als er 30.000 mensen zitten bij nummertje 20. Dat is normaal. Clubje van Gerjan van Beek, mist je het net in de Eredivisie, hè? Nee, maar als je kijkt inderdaad ook in de tweede Bundesliga, ja. Wat daar aan stadions ja. En aan geld beschikbaar is. Nou. Ja, daar schrik je van. Ja. Hetzelfde in Engeland. Ja. Sherry gaat van Groningen naar Queen's Park Rangers, ja. Championship. Kieftenbelt naar Birmingham City, volgens mij ook in de Championship. Ja, ja. Championship. Ja, en dat Sherry was gewoon een speler die in Nederland er bovenuit stak. En als je dan naar de Championship gaat, dan weet je... Hoe het daar leeft, maar ook wat er daar betaald wordt. Ja. Ja. Nog een oorman die wellicht thuis van een volgende stap. Dat is Hakim Ziyech. Wie ik deze week in het Nijs. De spelverdeler, de noem het zien van FC Twente. Had vanzelf de hele jeugdopleiding tro doen bij Sportclub Heerenveen. En hij kiest nou definitief voor Marokko. Let even zien. Ja, zoals ik net al bij Fox heb aangegeven. Ik heb mijn uitnodiging geaccepteerd. En verder wil ik het daarbij laten. Ja, dus je kiest voor Marokko, punt, daarmee. Dat zeg ik niet. Jawel, want als je de uitnodiging accepteert en je gaat daar spelen, dan kan je niet meer voor het Nederlands elftal kiezen. Nee, maar misschien ga ik daar wel voor hele andere dingen in, dat weet je niet. Ik bedoel, ik heb de uitnodiging geaccepteerd, oké. Okay. En voor de rest wil ik het daarbij laten. Ja, ik vind het zelf persoonlijk een beetje een vreemd interview. Tamelijk Babylonisch dit. Deze gast moet gewoon mediatraining krijgen, want dit zijn belachelijke antwoorden. Maar goed, de achtergrond is natuurlijk dat hij ooit bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zat en nu gewoon genegeerd is. En daarom maar voor Marokko gaat voetballen. Dus ik geef de jongen echt groot gelijk dat hij dat doet. Ja? Ja. Want hij ziet natuurlijk altijd al wel hier oproepen van Jong Oranje. Ja. Maar nog nooit van het Grutte Oranje. Ja, wel een uitnodiging, maar hij had nog nooit minuten maken. Hij is volgens mij ook afvallen toen op het laatste moment. Ja, klopt. En ja, ik weet niet of jullie Yildirim nog herinneren. Maar één keer in Nederlands elftal en daarna nooit meer opgeroepen. Nee. Nou, en vroeger was er ook een periode dat, zeg maar, dat je met Nederlands elftal meer kans had om een eindtoernooi te halen dan met Marokkaans of Turks elftal. Maar dat is ook geweest. Dus je kan nu net zo goed voor Marokko kiezen als voor het Nederlands elftal. Dat is vrij somber, dus hoe het takken van Nederlands voetbal. Realistisch, dacht ik in elk geval, voor het komende toernooi. Ja, maar is het spietig dat een jongen... Het komende toernooi halen ze helemaal niet, Jan. Nee, maar is Geert Vistoot ook spietig dat zijn jongen niet aan de hele jeugdopleiding trorint komt van Dronten bij Heerenveen, het West, en die vlieg je dus van het Nederlands voetbal. Ja, ik vind het wel spietig als voetbal, want ik vind het een fantastische voetballer, een geweldige stylist, mooi om te zien. Je zal absoluut het Nederlands elftal hellen. Hebben hier, daar ben ik van Oudtjoegen. Ik heb begrepen dat Danny Blind een bellen had. Nee, Blind heeft hem na afloop gebeld. Dus toen hij hem had gekozen voor Marokko, heeft Blind hem gebeld. Maar het was natuurlijk hartstikke leuk. Ik bedoel, dit is een van de grootste talenten in Nederland. Ja. En misschien een van de drie grootste talenten. Als je dan iemand niet bij je voorlopige selectie neemt, dan betekent dat dus dat hij niet eens bij de top 31 van Nederland zit in de ogen van deze twee bondscoaches. Waarvan ik echt hoop dat ze er over een maand niet meer zijn. Althans niet meer als bondscoach. Maar als je niet eens bij de top 30 zit en je bent nu al zo goed, dat is een heel slecht signaal. Dus als Blind of Van Basten, die hem kent van Heerenveen, als die hem nou even hadden opgebeld of opgezocht, een kop koffie gedronken en gezegd, jongen, je bent nog in beeld. Maar is gewoon niet gebeurd. Nee. En toen hij koos voor Marokko, ging Blind hem bellen. Ja, dan ben je dus gewoon een week te laat. En dat is hartstikke dom. En eigenlijk past dat wel bij hoe Danny Blind bezig is als bondscoach, zou ik zeggen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat vind ik ook... Wat je zegt, ja, als je hem dan gaat bellen omdat het overal in het nieuws komt, hij kiest voor Marokko. Ja, dan staat in alle kranten, is overal op tv. Ja, en dan ga je nog eens bellen, ja, dan ben je toch ook te laat. Ja. Ja. En ik vind het ook een hele goede speler. En nu spelen ze in het Nederlands elftal van wie ik vind dat ze minder zijn dan hem. Dus ja, hij uiteindelijk maakt voor mij wel bij de selectie. Ja, nou, uiteindelijk gaat hij in het Nederlands elftal halen, denk ik. Ja. In hoe hij nu bezig is. Een absolute topspeler. In wording, ja. Denk ik wel. Maar dat was toch een dubbelpaspoort? Toch? Ik ben Ben in Sao Paulo. Ja. Dat is even voor de keuze zetten. Het is een dubbel paspoort. Ik heb een dubbel paspoort. Ja? Lucas, ik zou dat Nederland in de Cilicao. Ja, nee. Wat wordt het, Lucas? Hoor je dit langer in spanning? Wordt het Brazilië of Nederland? De Cilicao. Ik heb de uitnodiging van Brazilië geaccepteerd. Nee. En verder kan je niks zeggen. Als ik voor die keuze kom te staan, dan zal dat nog wel iets, nog een aantal jaartjes verder zijn. Want, daar ga ik nu nog niet over nadenken. Nee. Ik weet ook niet of dat ooit gaat komen. Waar weet, hè? Het zou zo Nou ja, Lucas, dat is wel iets natuurlijk. Dat heeft wel een jonge rij spelen.
Dat wel, maar dat... Ja. En dan even serieus. Dan zeg je, oké, dan maak ik de volgende stap in mijn ontwikkeling. Ik begrijp dat. Heerenveen, wat dat dan ik maar voor gevoelens mij brengt. Maar toch, het is een bewuste stap. Maar die stap naar het nationale elftal, die bleef dus nou uit. Ja, nee, maar ik denk, als je reëel kijkt, vanaf Heerenveen in het Nederlands elftal gaan spelen, dat is... voor vrij weinig weggelegd. Dat is weer, maar... denk ik. Maar wie weet, een volgende stap kan het een stuk dichterbij brengen. Als je kijkt, als je van Heerenveen is een stap naar Ajax een stuk kleiner dan van Ja, goed, Roy Behrens die het. Oerhielderim die het. Nee, dat is ook wel. Maar goed, als je wisselspeler bij Ajax bent, word je nu ook uitgenodigd, hè? Dus je kan beter wisselspeler bij Ajax zijn. Ja. Dan ben je dichter bij Oranje dan bij buitenspeler bij Heerenveen. Ja. Dat is ook, dat is misschien heel raar gezegd, maar bij Ajax, nou, als je daar zit, dan maak je... gewoon iets meer kans dan dat is logisch. Bij menig ander club. En zeker dan bij Heerenveen. Dus wie weet, als er een volgende stap komt, dan komt dat ook weer dichterbij. Maar normaal gesproken gaat het Nederlands elftal je eerder bellen dan Barcelona. Want dat is in mijn ogen toch nog een stapje hoger. Nee, Brazilië is ook zo. Of Brazilië, sorry. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Kijk, dan, daarvoor ben je denk ik iets te veel uitbeeld, zeg maar, hier. Maar het is dat jij Jetro Willems van die stingen. Ja, niet alleen Jetro Willems, maar... die linkspositie in het Nederlands elftal, die staat altijd ter discussie. En dan moet Blind het weer invullen en dan komen ze weer maar die Pieters. Ja, die speelt toch ook wel goed, die Pieters. Nee, die Noorgen van het Rooik, maar wij net dus. Het is wel, als je nog een plak hebt, dat is kansmakers nog eens een keer. Ja, ik wou net zeggen... Dat is het linksbackplak. Ja, maar daarom wil ik toch ook linksback spelen. Zo is het. Maar Danny Blind mag bellen. Hij mag bellen. Mooi jongens. Hij heeft die noemer. Nog eventjes over FC Utrecht. Want Cambuur maakt een zootje net in FC Utrecht. Ja. Utrecht speelt in dat vervelende systeem. Ja. 4-3-2. Je had ook al in Utrecht voetballen. Je had een beetje moeite. Maar wat is dat nou dat elke niet eens zo moeite mee heeft? Ja, dat is het systeem wat Feyenoord vorig jaar ook speelde. En toen kwam Cambuur naar Rotterdam. En hoe is het mogelijk? Het eerste jaar... Die is dan erbij, hè? Die heb ik ook van de matten. Ja. En dat is zo leuk om te zien. Daar kwam wat wij toen ook... wij hebben ons toen aangepast aan hun. Ze speelden ook dat systeem. Toen hebben wij ook gezegd van, we gaan ook zo spelen. En daar hadden ze inderdaad moeite mee. Ja. Dus ja, als het kan, dan moet je zo gaan spelen. Maar dat is denk ik ook heel lastig. Omdat in een weekje, of niet eens een week, PSV geweest, dinsdag. Ja, dan moet je in 3 dagen moet je een heel nieuw systeem toepassen. Ja. Nee, dat zit er net in. Dat gebeurt ook niet. Dat gaat niet lukken. Nee, dat gebeurt ook niet. En... toen we tegen Feyenoord speelden, waren we veilig al in de Eredivisie. Toen hadden we niks meer te verliezen. Nee. Maar nu gaat het natuurlijk wel nog om de punten. En ik denk dat je, als je eigen systeem echt goed onder de knie hebt, dat je dan de meeste kans maakt om te winnen. Ja, ik denk ook dat het gebeurt. Ja. Al is het wel heel lastig. Overigens niet met die wedstrijd naar het probleem dat Manu weer voor Feyenoord begon te voetballen niet toen. Nou, die kon niet meer krijgen voor die maar... Speelde toen niet zo gelukkig, zijn wedstrijd. Nee, maar dat is kind heel ingewikkeld werden. En dan heb ik met Henk de Jonger gewoon van de morgen zo grappig gezegd. Nou ja, we kunnen 2 dingen doen. Of we zetten druk, dan houden we dus echt druk op hun. En dan hebben we meer kans om in balbezit te komen. Maar dan letten we rond de achterhuis en dat wordt dan heel gevaarlijk. Of we doen het iets teruggetrokken. En dan zitten we toch... dan hebben we het achterin wat dichter. Het is... Maar hij woorde niks van zeggen. Nee, dat is werd het op gegeven, maar hij woorde niks van zeggen. Het is de overwaging van de trainers. Ja, en ik ben benieuwd wel wie die opstelt, eerlijk gezegd. Daar ken ik nog wel een grapje mee uit Helly. Maar ik vond Barto wel heel goed, bijvoorbeeld. Okay. Ik verwacht eigenlijk Barto in de basis. Ik ben heel benieuwd. En eigenlijk de basis van Heerenveen. Ik bedoel, Tern het koorts, het net mooi traint, begreep ik. Is dat zo? Ja, Tern is grieperig, het koorts. Dat zou kunnen. Van Anhold weer op het middenveld, Marzo op de rechterkant, Dope linkerkant, Otiek bij Sint-Justus centraal. En dan Kade op de zijkant en dan hebben wij Slagveer in de punt. Of wil het toch Veerman? Dat was tegen NAC zo, hè? Ja, dat deze opstelling die jij zei. Ja, eigenlijk dat zou zomaar kunnen. Never change a winning team. Zij is dat. En Jan, als Rotterdammer Feyenoord wordt kampioen? Als het ooit kan is dit jaar, maar ik geef ook toe dat ze roepen wel elk jaar. Dus nee, normaal gesproken wordt Feyenoord natuurlijk geen kampioen. Maar ja, hoop doet leven. Hoop doet al heel lang. Al heel sinds 1999, Jan. Zo is dat. Heren, tige dank voor je komst. Jan, tot de volgende keer. Vond ik gezellig, Geert Ek. Ja. En dan een heel soort succes. Laten we beginnen bij mijn mooie wedstrijdje in Vitesse. Kom goed. Okay, succes. Heren, ontzaf hier. Nog een hele gezellige jong. Dag. Henk Veerman. Nou, die mag ik wel graag voetballen zien. Maar dat is een gevaarlijke neer voor de goal, met zijn lengte. Als hij een bal op de kop krijgt, dan kent hij er samen in. Heerenveen, Vitesse.
Op 2-1 van Veen. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net. Dan ben ik net bij Jens. Bint Sport. Waar het mij mogelijk maken toch Friesland lees.